Zoekt Ken Nieuw voelt ik naar mijn naam zijn. Waarom zit je nou te lachen? Stem is weg. Dat weet ik niet. Nou, het slaat echt helemaal nergens op. Nou, piep. Oh, piep, take two. Take twee. Hallo mama, kijk hier veel dingen naar mijn naam zijn. Ik ben niet alleen met oma. Oma. En vandaag gaan we pepernoten, kruidnoten. Pepernoten? Hoe het ook heet. Kruidnoten, weet ik veel. Het is geen pepernoten. Ik weet het verschil niet. Maar ja. Weet jij het verschil niet tussen pepernoten en kruidnoten? Nee. Kruidnoten bakken ook goed. Opa die zegt ook wat. Opa zeg ook wat. Ik heb al één zakje gedaan. Ach. Ze weet het verschil niet tussen een pepernoot. Een pepernoot en een kruidnoot. Ik heb al voorgewerkt. Eén zakje. Even de mouw opstropen. Ja, want ik weet totaal niet hoe het moet. Ik heb al een balletje. Als we die erover doen, zijn we snel klaar. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee. We moeten daar rolletjes van... We moeten toch hier moeten we rolletjes van maken. Ja, en deze moet ik nog even maken. Maar dat is... En dan zo in stukjes. En van die stukjes moet je dan zo bolletjes gaan maken. En dat op de plaats. Heb je dat al een keer gedaan? Ja. Maar dat staat niet op YouTube. Nee, precies. Nee. Dus die komt op YouTube. Dus. Tenzij er te veel bloepers in komen, dan komt die niet op YouTube. Ja. Oké. Bestuif de aanrecht met bloem en rol het deeg tot een deegrol van circa 40 centimeter. Bloem. 40 centimeter? Weet ik niet. Dat gaat nooit lukken. Hè? Hoe gaat deze potten? Dus dan moet je dit gaan doen. Klein beetje bloem, hè? Want verleden keer was het een... Was het een hele... Ja. Oké. Dat moet je leven. Mm-hmm. Is goed zo. Deze, hoop ik. Hoi, heb je het al een keer gedaan? Wist ik? Ja, maar ik weet niet meer hoe dat moet. Oh, oké. Ja, een beetje. Oké, dat hebben we gedaan. En dan moet je de verdeelde deegrol... Dit is de deeg, toch? We moeten... Deegrol. Huh? Ik snap er helemaal niks van. We sluimeren. En rol het deeg tot een deegrol. Dus je moet een deegrol rollen. Maar we moeten deze toch nog even. Nee, ja, dat is er nog één. Ja. Tweede. Oh, zeg. Ja. Nee, dat kan ik niet, joh. 40 centimeter. Verdeel de deegrol in 8 gelijke stukken van 5 centimeter. Oké. Ik ga even een grapje uithalen. Wat dan? Centimeter pakken. Wat dacht jij dan? Nee, zeg, als we het goed doen. Dit is het. 40 centimeter. Ik voel me net zo'n kok die zo'n pizza maakt. Hoeveel hebben we het? Oh, we zijn er nog niet hoor. Ik ga nog even door. Kunnen jullie het zien? Nee. Dat doen we ermee. Ja, nu wel. Dan ben je lachen of? Dan ben je dat altijd wel. Maar... We moeten er nog één maken, hè? Hoeveel centimeter heb ik nu? Jeetje. Plop. Plop. Hallo. Hi. Lijkt op een drol. Ja, lijkt op een drolletje. Een drolletje. Ja. Ja, precies. 40 centimeter. Precies. En dan gaan we doen... Wat gaan we eigenlijk doen? En wat gaan we dan doen? In 8 gelijke rolletjes. 11. Verdeel de deegel in 8 gelijke stukken van 5 centimeter. Of zo is een ninja. Poem. 5 centimeter. Als we toch geen ding hadden, hè? 1. Lees jij gelijk eens door. Waar, ze zien je niet. 3. Deze. Doe maar, lees maar wat. Breid op de slag. Doe 1 zakje mix. Oh nee, dat niet. Maak kruidnoten. Bestuif het aanrecht met bloem. Ik doe iets niet goed. 6. Verdeel de deeg om 8 gelijke stukken van 5 centimeter.
rolde het vervolgens iets verder uit, wat? Zodat er... Wat zei je nou daarna? Ik weet het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, klas, hè? En dan, na die 5 centimeter? Rol deze vervolgens iets verder uit, zodat er... Voordat er 8 rolletjes van 7 centimeter. Zodat er 8 rolletjes deeg. Zodat er 8 rolletjes deeg van 7 centimeter ontstaan. Zo. Doe jij ook eens even. Wat? Je laat mij gewoon werken. 7 centimeter? Kijk, net zoals ik, hè, met je vinger. Ik zou gewoon met voorzichtig, hè? 7 centimeter. Waarom dat? Oh, en daar moet de. Oh! Ja. Gaat het ding niet om? Kijk. Moet je een beetje bloem erop? Kijk, het is te glad. Dat ook zo. Bij mij gebeurt het niet. Oh, maar voor de helft erop. Maar dat is niet zo moeilijk. 7 centimeter? Ja. Oh nee. Ja. Dan gaat het wel te lukt, hè. We gaan even meten zo. Ja, deze goed. Want we kunnen natuurlijk, ja, dan weet je, want deze is weer hartstikke dik, hè, die. 7 centimeter. Ja, deze is goed, helemaal toppie. Knap zeg. Diep, flap, vloep, 7 centimeter. Diep, diep, flap. Veel te lang. Ja, dat is 11. Dat is 10. Oeh, dat is voor mij. Oh, dat is wel heel erg veel, hè. Maar dat maakt toch niet uit? Nee, maakt helemaal niet uit. Nou vind even... ik ook, gelijk. Wacht even dan. Als ik er 1 van 7 centimeter heb. Zei je echt 7? Ja. Ja, wacht. Even checken. Even, volgens mij. Verdeel de deeg in 8 gelijke stukjes en 8 gelijke rolletjes deeg van 7 centimeter. Snijd de deegrolletjes in 7 gelijke stukken van 1 centimeter. En dan? Je blijft. Weet je? We zien het wel. Ja, vind ik ook. En dan gaan we snijden. Een centimeter? 1 centimeter. 1 centimeter maken kleine bolletjes van. 1 centimeter. Nou, ik heb hier al een ding. Een ding. En dit? Maar dat maakt het toch niet uit. Dit is toch ook een ding? Ja, natuurlijk. Maar dat maakt toch niet uit. Want het worden hartstikke grote. En dan moet je bolletjes maken in je hand en dan erop leggen? Ja, maar je moet... Nou, dan maakt het toch niet uit hoeveel we er uithalen. Kijk, ja. Wil jij dat doen? Ja. Hè? Ja. Dus 1 centimeter. Ik zal een voorbeeldje doen. En dan moeten we daar een rolletje van maken. 1 centimeter. Deze op. Dus die grootte moet je hebben, ja? Dan leg ik alvast wat papier op de bakplaat. Ninja. Ben ninja moe aan het doen en het werkt nog echt ook. Huh? Ben ninja aan het doen en het werkt nog echt ook. Doe. Kan je het even met het mesje doen dan? Niet? Maar jij moet kijken, ja. Zoiets. Want, kan je rolletjes van maken? Met dit mesje kan toch geen kwaad meer, ja? Nee, tuurlijk niet. Daarom. Zo. Dit was het moeilijkste, hè? Papier op de bakplaat liggen. Ja, helemaal goed. Volgende! Te groot, denk ik. Ik denk dat ik ze ook te groot gemaakt heb. Ja, dan hebben we mixpaksels. Centimeter en klein worden. Dan richten we ze op de bakplaat in 8 rijen van 7. En dan, hoe lang moeten ze? 10 minuten. Nee, dat wordt wel wat langer hoor. Centimeter erbij. Oké. Doe ik hem om mijn nek. Voor 1 centimeter moeten we. Ja, sommige zijn een beetje erg groot hoor. Nou, hebben we lekkere bollen kruimen. Nee, die bollen, maar jij moet ze wel langer in de oven. Hè? Kijk uit. Ja, dat is ook. Even balletjes maken. Dat valt mee, zien er netjes uit, toch? Ja, vind ik ook. Moet ik snijden? Nee, gaat goed. Gaat goed, zegt ze. Goed, ze is zo erg, is ze bezig. Oh.
Dat is een hele grote wezen. Draaien, draaien. Volgende. Draaien, draaien. Jullie zien veel van wat Senna doet. Zo, het belangrijkste. Hè? Dat zijn de bolletjes. Dat doen de kruidnootjes. En die gaan dan in de oven. Krijgen ze vanavond na het eten krijgen ze een schaaltje kruidnootjes. Eigen gebakken. Oh, niet zo nauw kijken. Senna krijgt spleetogen van. Spleetogen? Als je nou kijkt, krijg je spleetogen. Kijk, ja, gezellig. Zo ben ik er ook even bij. Ja. Lekker boeiend. Oké. Okay. Oh, dit is wel een heel kleintje. De laatste. De laatste. Goed gedaan, Sim. Dat is ook een heel kleintje. Doe ik er gewoon twee. Conditieu de boelen. Hop. Oké, okay, dit waren ze. Hop. Dank u, mes weg. Balletjes draaien. Deze is een hele kleine. Heel even, maar ik ben wel benieuwd hoor, Sen. De grote moeten iets langer dan de kleine, maar ja, dan gaan we nu... We gaan hem niet sorteren. Ja. Ja, of we kunnen gewoon tegelijkertijd. Oh, dat is een heel kleintje. Doe ik er even eentje bij. Ja, toch? Draaien, draaien. Oh, je krijgt het warm. Kijk, in de keuken. Denk je van het is te klein, dan doe je er even eentje bij. Eentje bij. Maar zo te zien gaat het goed, hè? Ja. Dan zijn we wel wat groter. Een hele grote. Ja. Nou, we zien het wel. We zien het wel. Dan haal ik er twee uit. Hè? Ja. Oh nee, dat gaat niet goed. Gaat het goed? Ja. Hey, dit is al. Zo draaien wij dus de bolletjes. Kruidnootjes. En die gaan in de oven als de oven op temperatuur is. Wat doen we, Senna? Maken we er nog een? Of niet? Moeten we die de volgende keer maken? Wat wil je? Zullen we die de volgende keer maken? Ja, ik vind het goed, want we hebben nu al genoeg voor jou, toch? Ja. En jullie mogen ook. Ja, dat weet ik wel, maar. En ik ben zondag jarig en ik ga morgen met papa taart bakken. En het wordt kwarktaart, aardbeienkwarktaart. Oh, die wij ook gedaan hebben? Ja, dat wordt de taart voor mijn verjaardag. Oh, en dat, lekker. En dat, die taart kan ik in één keer opsmikken, dat vind ik heel leuk. Ja, maar dat doe je niet, want je krijgt visite, hè? Ja, maar alsnog eet ik hem op. Want ze is jarig. Ja, ze zondag. Ze wordt 9. Nou. Wij hebben gemaakt een aantal... Kruidnootjes. 17 miljoen. Zoals jullie kunnen zien. 17 miljoen. Die gaat Senna nu op het blad leggen. Op het hele kleine stukje. Ding. Ga je hem op het blad leggen? Ja, waar is het blad? Oh, dat zal ik even geven. Even wachten. Zo, waar leggen ze nu? We gaan ze straks goed leggen hoor. Draaien, we gaan ze zo goed leggen, hè, Sen. We gooien ze er gewoon op nu. Maar dat is natuurlijk niet netjes, hè? Nee. 1, 2, 3, zo. Hey, je plakt een kruidnoot met een kruidnootje onder. Ik zou er even een bolletje van maken. Ik krijg het er warm van. Ik heb het echt warm, hoor. Zoiets. Moet 2 centimeter tussen een bolletje liggen. Zeggen ze, hè? Ik ga even vestje uitdoen. En dat wordt warm. Oké. Oké, nee, dat ligt wel niet netjes, joh. Nee, maar ze zijn er wel opgelegd. Kijk, die moet je even uit elkaar halen, want in principe... Pak de kruidnoten, bladibla. Bladibla, 10 minuten. Bladibla, bladibla. Maar goed, ruikt het. Net op de onderkant. Pepernoten. Moet er 3 tot 5 centimeter tussen zitten. Nou, dan kunnen we de spiegelend... Spiegelend neerleggen, hè? 3 tot 5. Dat is veel. Krijg je dorst van, hè? Anders hebben we... Mannen zitten nog steeds onder het bloem. Onder het wat? Bloem. Oh, bloem. We hebben gelukkig een kraan. Je kan jontjes wassen. Oké, nou, het gaat zo de oven in. En dan krijgen jullie straks het resultaat te zien, hè? Wij ook. Ja. En we gaan ze er nu uithalen. Ja. Zijn ze goed of zijn ze niet goed? Ik denk het wel, ze zijn wel groot. Spannend, hè? Kijk, hij heet oud. Wow. Wat denken jullie, jongens?
goed. Ja, toch? Ik denk wel dat dat gelukt is, hoor. Even kijken of het... We kunnen nog niet proeven, helaas. Laten we nog weten. In de kaas. Oh, ik draai per ongeluk het beeld dan. Helaas, peanut butter. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij, ha. Ja. Dit zijn ze. Zie je? Nou, ik ben benieuwd hoe ze zijn. Toch? Mm-hmm. Doei. Tot de volgende keer. Like en abonneer. Ja, like en abonneer.